Welkom in De Siepel. We gaan kijken naar een waterpolo-wedstrijd tussen de Boelwaters en PFC uit Reden. De mannen zijn even aan het inzwemmen. Laatste technische overleg. En dan kunnen ze beginnen. Nieuw seizoen, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Zwaardere klasse. We gaan het zien. En de bal wordt in het spel gebracht. Wie pakt hem? BFC pakt de eerste bal. Wordt snel overgenomen door de Woelwaters. Wat gaat hij doen? Treffen de keeper al op en hij zit erin. 1-0 voor de Woelwaters. Goed begin, sterk erbij. Maar let op, het spelletje gaat snel. Overkant wordt getreuzeld. Boom, 1-1. Wat er aan de hand is, weten we niet. Iedereen kijkt, maar dat telt wel. De stand is weer gelijk. En dan gaan de Woelwaters weer. Zoek op de diepte. En je ziet het is een stevig spelletje waterpolo. Sterke sport. Omhaal. Nee. Hij telt niet. Het is net na de schotklok. U hoorde de zoemer. Dan gaan we door. De andere kant. En er wordt wel deze gescoord. PFC scoort 2-1. Of 1-2 moet ik zeggen. Zo snel gaat het spelletje. En we gooien weer af. De Woelwaters vertrekken. Dan gaan we het aan de achterstand doen. We laten de bal weer lopen. Ik hoor de toeschouwers zeggen, nee, balverlies. Of nee, het gaat door. Iedereen kijkt. Volgens mij een man meer situatie. Dan gaan ze het proberen uit te spelen. En goed de vrije man gezonden. En ja hoor, 2-2. De stand is weer gelijk. In De Siepel in Harderwijk. PFC gaat eruit gooien. En daar gaan we weer. De Woelwaters zitten er kort op. Kort verdedigd, zegt de trainer. De centrale verdediger bij de Woelwaters, ja, daar zit hij wel goed mee. En ze nemen de bal weer over. Gelijk wat ruimte gezocht. Veel diepte in het spel bij de Woelwaters. Oei, balverlies. PFC weer. Opletten. Oei, je stuit op het water en het schiet erin. 2-3. Niet verwacht. De Woelwaters weer. Even niet bij de les. En ze nemen weer de bal over. PFC uit Reden. Weer vrij voor de keeper. En weer zo'n rare stuit. 4-2, of ik moet zeggen 2-4 voor de uitkort. Nu de Woelwaters weer snel opzetten. De trainer is een beetje ongeduldig. Wil wat meer zien van zijn mannen. Ongelooflijk doelpunt. Achterom of een omhaal, hoe noem je dit? Prachtige doelpunt. En dan gaan we weer, met de stand van 2-3. Nee, hij pakt hem. Goed gekeepkeeper. En de diepte wordt weer gezocht.
gaat wat mis achterin. Bij PFC. Hé, hey, dat is wel zwaar. Zwaar aanpakken, scheidsrechter. En het mag doorgaan. Ja, het mag doorgaan. Ja, dan kunnen de mannen van de Woelwaters natuurlijk ook, hè, aanpakken. En ze weten hoe het moet. En de fluit gaat einde eerste periode. Stand 3-4. Scheidsrechter geeft het teken. De tweede periode gaat beginnen. Ja, en nu beginnen ze wat scherper. Goed zo. Hoi, balverlies. Aanvallende fout. Maar ze hebben weer gouden bal terug. Woelwaters zet weer op. Goed de diepte gezocht. Nee, helaas. Balverlies. PFC neemt de bal weer over. Weer de Woelwaters, diepte gezocht. En afgemaakt. Hoppa. 4-4, stand is weer gelijk. Goed begin, nieuwe jaar, nieuwe kansen, nieuwe klasse. Heel knap. Moet het toch allemaal weer gaan gebeuren. Diepte wordt gezocht en de bal wordt gepakt. Goed zo, keeper. De Woelwaters weer. En gelijk de zijlijnen worden weer opgezocht. Diepte in het spel. Het is amper bij te houden met mijn camera. Conditioneel zit het wel goed met de Woelwaters. Goed aanpakken. Hup, de slinger. Oh, weer zo'n slingerworp. Net naast. Mooi waterpolo in de Siepel. Zou eens komen kijken aan de Wijkers. Diepte weer gezocht. Helaas. Keeper van PFC, Reepdun, is weer aan de bal. Oh nee, we krijgen een strafbal. En die wordt gewoon netjes afgemaakt. En een voorsprong staat er. 5-4, ik zat even niet op te letten. En dan gaan we PFC weer. Nee hoor, balverlies. Hoe wat zit er bovenop? Ik vind ze conditioneel wat sterk. Compliment voor het team. Vrije man gezocht, gevonden. Afmaken dus. Ja hoor, 6-4. Ongekend, heel mooi. Mooi waterpolo. De tegenstander weer. Hoi, dat spelletje gaat soms te snel. Het is weer 6-5. Voordat je het weet, heen er weer eentje tegen. De Woelwaters weer. Schrijfzetter gaat af en toe voor mijn beeld zijn, maar goed, dat wennen we wel aan. Het wordt weer een dieptepaas gegeven en hij wordt weer heel netjes afgemaakt. 7-5. Ja, ja, dit is gewoon het doelpunt vanavond. Klasse. Je zou toch zeggen, bedrijfsleven van Harderwijk, dat moet toch een sponsor geïnteresseerd zijn in het eerste team van de waterpolo van Woelwaters, hè? Als ik dit spel zou zien. En altijd op Aker 13. Nou, tweede periode zit erop. Stand 7-5. Hele goede tweede periode. Technische bespreking. En zij zijn tevreden. Dat is mooi. En dan gaan we weer. En weer sterk uit het vertrek. De Woelwaters zijn scherp. Hup. Gaan het gevecht aan. Klasse. En dan gaan we weer. Technische time-out. En we gaan weer door. Met een man meer. Boom. Ja, dat wordt goed afgestraft. 7-6. Je ziet het. De wedstrijd is nog niet gelopen. En dan gaan de Woelwaters weer. En de Woelwaters weer. Rustig kijken. Rustig opbouwen. De tijd nemen. Geen balverlies.
Maar wel zorg dat je binnen 30 seconden op het doel schiet. Vrije man wordt gevonden. En wat gaat hij doen? Hoi, een rare stuitende bal. Keeper grijpt mis. Het is weer 2 punten verschil. 8-6. Heel mooi. En dan gaan de tegenstanders weer. Ze zitten er kort op. De trainer wil dat. Je hoort het goed. Kort erop bannen. Fysiek aanpakken. En they shit, ik zag het niet eens. 8-7. Weer 1 doelpunt verschil. Ik geloof dat ik een nieuwe bril moet. En dan zien we het fysieke geweld, laat ik het zo maar noemen. Hoe moet je wel politie hebben hoor, om hier een mee te doen. Harderwijk is weer, boom! 9-7, het gat is weer 2 punten, prachtig! Je ziet het wordt al een klein beetje donker in de hal, hè? En dan gaan ze weer. Korte hoek, oh, fantastisch doorgezommen en fantastisch afgemaakt. Door die centrale verdediger. 10-7. Technische time-out. Jongens, opletten. En de laatste periode, dit nog 6 minuten. Goed gepakt, keeper. Fantastisch. En nu de doelwaters weer. Op de hoek en een heel fantastisch bordje. Prachtig. 11-7. Ja, zo sla je een gat in de laatste periode. Dit is de technische time-out. Ik zat weer eens even verkeerd. Eén man meer situatie. Bal uit in de ronde laten gaan. Laten gaan hoor ik aan de kant. En hij wordt netjes afgemaakt. Zie ik het goed? Ja, ik zie het goed. 11-8. Het is nog niet gelopen hoor ik langs de kant. Dus daar hou ik me dan maar ook aan. En dan gaan we dan weer verder. Daar de wijkers in. Dat is weer zo'n stuitertje. De keeper heeft alleen het nakijken. Ik hoor achter me, daar moet ik, dat moet de keeper weten, ja. Maar hij zit er wel in. 12-8. En heel snel wordt er tegengescoord aan de andere kant. 12-9. Zo schommelt het heen en weer. Mooie wedstrijd om te zien. Als cameraman word je er een beetje dol van. En dan gaan de Harderwijkers weer. De laatste loodjes. Een paar minuten. Ze nemen echt gebruik van de tijd. Goed de bal opzetten. Ze sturen. Niet het gevecht. Vrije man. Wat gaat hij doen? Korte hoek. En bezeert de keeper. 13-9. Ja, nou is het toch wel gespeeld, hè? Nog even de laatste puntjes op die, jongens. Denk daar aan, denk daar aan. Ja, coach, gaan we doen. En je ziet het, ze zitten er bovenop. Kortdekker noemen we het maar. Aanpakken. Nieuw in deze klasse en dan zo je visitekaartje af, even kijken, die centrumverdediger. Wie weet wat aanpakken is, fantastisch. En gelijk breed in het spel. Jongen, jongen, moeten ze voetbalclub komen kijken hier. Diepte, boom, en er zit er weer in, 14-9, het wordt een hele mooie stand zo. Laatste minuut is ingegaan. Hoor ik vanaf de kant. En wat een redding van de keeper. Zo dichtbij en weggebotst. Het is bijna gebeurd, denk ik. Ja, het is gebeurd. Harderwijk pakt de winst. 14-10 is de stand geworden. Ik heb 1 doelpunt gemist. Ongekend. Het was geweldig. Ik heb genoten. En ik hoop dat u ook genoten hebt. Tot de volgende keer. Dit was Frits Panay voor HK13.